Welkom bij dag 2 op de beurs Renovatie, Transformatie, Monument en Houtbouw. Ja, die digitalisering die wordt steeds belangrijker. We gaan het vandaag zien op dag 2. Waar bent u naar op zoek? Waar ik naar op zoek ben is naar de transitie in het bouwen naar houtbouwen. We zijn eigenlijk aan het kijken wat nu een beetje de innovatie is bij de transformatie voornamelijk. Volgens mij ontstaat er nu heel veel in het kader van hernieuwbare materialen. Wat ben je aan het doen hier? Ik ben hier zo looie velsbaantjes aan het maken. Elke klap die je erop geeft, die zie je. Dus als je een verkeerde klap zou geven, dan is eigenlijk je stukje gelijk verpest. Ja, het is echt een van de meest slechte klussen die er bestaat. Hè? Wouter de Vries, hoofdredacteur van Aannemer en Bouwwereld. Ja, Wouter, wat valt je op deze beurs? Nou ja, wat mij opvalt op deze beurs en in de algemene zin is het feit dat digitalisering zo belangrijk is geworden. En het is nog alleen maar toegenomen met de komst van AI. Iedereen kent ChatGPT. Dus ik ben heel erg benieuwd wat voor impact AI gaat hebben op de bouw binnen een jaar of drie. En precies daarover gaat een kennissessie die vanmiddag plaatsvindt op het podium hier. En je ziet gewoon dat digitalisering alleen maar voortschrijdt. En je kunt het zien als een soort van smeerolie om samenwerking soepel te laten verlopen. En als je een hele soepele samenwerking hebt tussen partijen, dan kun je sneller bouwen. Je kunt goedkoper bouwen tegen minder faalkosten en vaak ook nog duurzamer. En op deze beurs zijn ook een aantal partijen die daar een voorbeeld in stellen. En dat zijn Trimble en dat is Packhunt achter mij. Dus we implementeren kennis van die bedrijven in huis hebben om zo het proces van sales tot aan productie efficiënter te maken, te verslimmen en foutloos te maken eigenlijk. Wat we hier zien is een laserscanner, wel bekend in de bouw. Maar wat nieuw is, wat Trimble heeft ontwikkeld, is dat de data uit deze laserscanner aan allerlei soorten tools gekoppeld kan worden. Ja, volop ontwikkelingen in die digitale wereld, je hebt het gehoord. Ja, morgen alweer de laatste dag van de beurzen, dan duiken we in de wereld van het echte ambachtswerk.